Ik ben Arie Spruit, ik ben hoofdcommunicatie bij Dunea. Ik heb heel lang in de energie gewerkt, dus inderdaad dit soort warmteprojecten, et cetera, dat zegt mij genoeg. Wat je bij energie heel sterk zag, en daar zit echt wel een parallel met drinkwater, is dat toen ik in de energie begon was het doodzaai. De markt was net een beetje open, nou dat was dan spannend voor de energiemarkt. De laatste jaren dat ik heb gewerkt gebeurde er ontzettend veel. Windmolens, zonne-energie, elektrisch vervoer, de eerste tekenen dat de stroomnet het misschien helemaal niet aan kan. Ongeveer 1,4 miljoen inwoners of drinkwaterklanten aan wie wij drinkwater leveren. En dat doen we met iets minder dan 5000 kilometer leidingnet. En dat betekent dat wij elk jaar 80 miljard liter, nou soms zelfs 85, het wisselt natuurlijk ook per jaar, produceren om aan de klant te brengen. Dat zijn hoeveelheden, die kan ik niet eens uitdrukken in zwembaden. Dat is echt ontzettend veel water. Wat belangrijk is om te weten als we het hebben over de drinkwatervoorziening van de toekomst, is hoe maken wij nu drinkwater? En dat kun je zien op deze kaart. De druppel zit in de buurt van Bergambacht en daar hebben wij een voorzuiveringslocatie waar wij rivierwater uit vooral de Maas, maar ook uit de Lek kunnen voorzuiveren. En dat transporteren wij dan met twee hele grote leidingen, denk aan diameter waar je doorheen kan lopen, naar onze productielocaties in het tuingebied Bergheide, hier op Mijndel en in het tuingebied. Landelijk gezien is er het afgelopen jaar veel aandacht geweest voor drinkwater, omdat er in de toekomst tekorten gaan ontstaan. En dat is ook bevestigd in een rapport van het RIVM. De plek waar je dat nieuwe water mengt met het water uit het rivierduinsysteem. Als je nieuwe zuiveringstechnieken gebruikt, heb je ook een reststroom. Die moet je kwijt. En tussen al die puzzelstukjes heb je leidingen nodig. Hier is een bron. Daar neem je water in, die zuiver je voor. Dat gaat in meerdere stappen. Vervolgens heb je hier een fabriek waarin je er drinkwater van maakt. Die fabriek heeft een reststroom. En dan vanaf daar ga je het mengen met het water uit het bestaande systeem, de duinen. En dan breng je het naar de klant. Stromen waarbij we eigenlijk zowel op kwaliteit als kwantiteit de uitdaging kunnen verkleinen. En één daarvan is bewust en duurzaam watergebruik. Het is niet alleen de opgave die daar een reden voor is. Hè. Waarom zou je, net kwam ook al voorbij, hè. We gaan als de projectie van de aantallen is toch dat we zomaar naar 1,6 miljoen mensen gaan groeien in deze regio. En die hebben allemaal water nodig, daar hoort ook weer economische activiteit bij. Dus dat gaat bij elkaar de watervraag aardig vergroten. Dat is eigenlijk 20% reductie bij bedrijven. En particulieren naar 100 liter per persoon per dag in 2035. Angstaanjagend. Dit gaat over VTens. Het is voor Dunea misschien wat minder van toepassing. En ik wil graag vertellen waarom dat is, wat nuances aanbrengen in de berichtgeving. Omdat ik toch vaak zie dat er wat dingen door elkaar worden gehaald als we het hebben over droogte, oppervlaktewater, grond. Water komt uit de Maas, wordt voorgezuiverd en wordt vervolgens naar de duinen getransporteerd. Ik was naar het toilet, maar ongetwijfeld vertelde je dat er niet genoeg water in de duinen was om daar drinkwater van te maken. En eigenlijk, dus daarom halen we ons water uit de Maas. Dat doen niet alle drinkwaterbedrijven. We hebben 10 drinkwaterbedrijven en als je hier kunt zien, eigenlijk het midden en het oosten van het land maakt allemaal gebruik van grondwaterwinning. Ja, dit is ons huidige productieproces en daar mist eigenlijk één zuiveringsstap nog. Maar ik zal hem even van de voorkant langs lopen. Dus in IJsden is een meetstation. Dat is geen zuiveringsstap, maar dat is eigenlijk de eerste meting in Nederland van de waterkwaliteit van de rivier. Dus dan weten we wat er aankomt. Dan hebben we bij Wijk en Aalburg, dan zitten we al op de Afgedamde Maas. Hè, dus dat is een dode rivierarm van de rivier de Maas, hè, waar het water heel rustig stroomt. Daar hebben we een bellenbaan, zo noemen we dat. Dat is defosfatering, dus daar kunnen we alvast eigenlijk de effecten van meststoffen, die kunnen we al uit het water halen. Dat is al in de rivier. Dan pompen we door naar Bergambacht. Dat is dus de locatie waar we eerder in de jaren 50 volledig zijn gaan innemen. En daar is nu een aantal zuiveringsstappen. Daar staan sowieso snelfilters. Maar wat daar nieuw is, is dat daar ook geavanceerde oxidatie is
nu. Dat is een installatie die we eerst als pilot zijn gestart, omdat we vooruitkeken en zagen dat Nederland aan het vergrijzen was. Dus anticiperen op meer medicijnresten. Water wat dus is voorgezuiverd gaat naar de waterwindgebieden. Dat is Katwijk, Scheveningen en Monster. En daar gaat het in infiltratieplassen. Na een verblijftijd pompen we dat op en dan start de nazuivering. En dat is bijvoorbeeld hier op deze productielocatie. Dit is de grootste die we hebben, maar ook in Katwijk en Monster. Dus we hebben daar, dus de duinfiltraat is dan eigenlijk wat we uit de duinen oppompen. Dat ontharden we tot ongeveer 7,9 graden Duitse hardheid. We doen poederkooldosering, dat is voor smaak, geur en kleur. Maar tegenwoordig ook een verhoogde dosering, een calamiteitendosering in verband met PFAS. Nou, dus de kwaliteitscontrole, dan wordt het water belucht via een cascade. Dat is echt een soort trappetje, zodat zuurstof zich weer kan vermengen met het eigenlijk zuurstofloze water uit de ondergrond. Een wat grover filter dan daarna, want daarna heb je nog een langzaam filter. Dus het heeft een kortere, het gaat veel sneller door het snel, nee, het woord zegt het al. Langzame zandfilter duurt iets langer en daarna gaat het naar de Rijnwaterberging. Hier, maar ook elders in het leveringsgebied. En dat betekent dat er een voorraadje dichter bij huis is voor als mensen 's ochtends met de verbruikspiek om 7:30. Als ze gaan douchen en dan wordt, op dat moment wordt het meeste water gebruikt van heel de dag. En ik werk eigenlijk voornamelijk aan het onderzoek naar de nieuwe bronnen. Dus de potentiële nieuwe bronnen moet ik eigenlijk zeggen. Dus brak water wat we hier op Scheveningen winnen. En ook het water uit het Valkenburgse meer. Dus ik doe vooral onderzoek naar het zuiveringsgedeelte. En hier bij brak water is het onderzoek eigenlijk tweeledig wat we doen. Dus we proberen brak water te winnen om zo de zoetwaterbel naar beneden te trekken. Dus we onttrekken superveel brakwater, zodat er aanvoer van vers water kan zijn. En we dus de zoetwaterbel vergroten. Nou, in totaal onttrekken we 50 kub per uur. En 20 kub per uur daarvan gaat naar de RO-zuivering. De RO-zuivering bestaat uit drie drukbuizen. Die zie je hier aan de achterkant. We kunnen wel een klein beetje de hal in. Nou, jullie mogen niet voorbij... De gestreepte lijn, ja. Dus het water komt naar binnen. Dan gaat het eerst langs een kaarsenfilter. Die zitten er eigenlijk ter bescherming van de membranen. Dus mochten er onverhoopt deeltjes meekomen uit de ondergrond, dan kan het kaarsenfilter, een wat grover filter, die kan die afvangen. En zo zorgen we dat die dus niet worden doorgestuurd naar de...